Ik ga u even onderbreken, meneer de Graaf, van meneer Azarkan. Mag ik één zin nog uitspreken, voorzitter? Dan kan ik beter reageren op de heer Azarkan. Dat past beter bij dit blokje. Die anti-Joodse sentimenten zien we nog steeds. Al worden de Gaibaarleuzen tegenwoordig niet meer zo massaal ten uitvoer gebracht als in 627 en 629. Dat zou ik er graag nog aan toevoegen. Punt. Meneer Azarkan. Ja, voorzitter, dank. Ja, de heer de Graaf kan niet wachten om nog meer haat en nog meer afkeer te spuwen. En dat doet hij altijd met verf. Het is een beetje de dagtaak, het is de levensvervulling van de PVV, met name van de heer Wilders, om moslims weg te zetten als vijandig, als mensen die het overnemen. En ik citeer: Marokkanen die komen hier de boel verzieken. Ze zijn hier gekomen om te integreren, maar om de boel over te nemen en ons te onderwerpen. We hebben een gigantisch probleem met moslims. Autochtonen planten zich minder snel voort. En zo wordt er gewezen op het gevaar van allochtonen. En voorzitter, we hebben gezien dat de fascistische ideologie van de PVV, dat heb ik niet vastgesteld, maar dat is door een onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg heel mooi vastgesteld. Ah. Voorzitter, het is de dagtaak van de heer De Graaf en van de PVV om moslims weg te zetten als tweede rangs, als vijanden. En het is de partij, de PVV, die ervoor heeft gezorgd dat we hier vandaag staan. En ik vind het echt geen pas geven dat hij ook op deze avond, als het gaat om anti-islam sentimenten, weer de boel omdraait. Hoe kijkt de heer De Graaf tegen zijn eigen verantwoordelijkheid, ook in het maatschappelijk debat over de haat die hij zaait tegen moslims? Ja, voorzitter, twee frames die niet kloppen. Drie leugens, twee keer Turkije en een aantal bronnen die niet genoemd worden bij de quotes die de heer Azarkan uitspreekt. Dan zou ik toch op zijn minst de namen bij die bronnen willen, dan kan ik daar eerlijk op reageren. Nu moet ik in het diepe springen om te denken, wie heeft dat gezegd? Het zou PVV'er kunnen zijn, prima, dat is goed, maar dan wil ik het graag weten, ook wanneer het uitgesproken is. Dat maakt het debat wel zo eerlijk. En net als ik zeg van, ja, ik ga niet reageren op frames die niet kloppen of op leugens of op takia. Daar heb ik geen zin in, daar voeren we hier het debat ook niet voor. Ja, voorzitter, het is altijd heel bijzonder dat als je een xenofobe partij, een fascistische partij, een racistische partij die drek uitstort over de samenleving, over moslims, dat heeft de Orde van Advocaat al vastgesteld, die willen moslims minder stemrecht geven, die willen dat ze niet eens hier in de Kamer komen, dat weet iedereen. Als je ze daarop wijst, is dat diezelfde racistische ideologie van die partij, dat ze daarvoor willen weglopen. He, dat de heer De Graaf dan zegt, maar waar staat dat precies? En voorzitter, de heer De Graaf weet donders goed waar het staat. Het is de dagtaak, het is de levensvervulling van de heer Wilders om moslims weg te zetten als vijand in een vijandbeeld, want dat levert namelijk gewoon stemmen op. En ik zeg via u, voorzitter, de heer De Graaf zou daar eens mee moeten stoppen met dat verstoppertje. Gewoon eerlijk te vooruitkomen dat hij inderdaad moslims wegzet als minderwaardig. Dat moet hij gewoon uitkomen en niet verstoppertje spelen achter. Maar wanneer is dat gezegd? U weet dat. Dat zijn citaten van uw eigen leider. Dat weet u. Het staat ook in uw verkiezingsprogramma. Wees daar nou gewoon eerlijk over. U ziet moslims als tweede rangs. U wil ze hier niet hebben. U wil ze weg hebben. U, partijleider, wil moskeeën sluiten, wil met geweld Korans ophalen. Speel geen verstoppertje, zeg ik via uw voorzitter. Wees daar gewoon eerlijk. Meneer De Graaf. Ja, voorzitter, ik tel weer vijf leugens. Geweld en dergelijke, het slaat echt helemaal nergens op. Tweederangs burgers slaat nergens op. Wat heb ik nog meer gehoord? Fascisme slaat nergens op. Wij strijden tegen fascisme met een god erboven. En een vertegenwoordiger daarvan staat hier vlak voor mijn neus. Dat is waar wij tegen strijden. Wij zijn voor een vrij Nederland waarin iedereen vrij is om te beslissen over zijn eigen leven en zichzelf kan ontwikkelen. En daarom strijden wij tegen totalitaire ideologieën. En dan moet de heer Azarkan hier de boel niet gaan omdraaien. Dat is natuurlijk een verkeerde afspiegeling van de werkelijkheid. Dus daar ga ik dus niet in mee, zeg ik hem. En dat is mijn antwoord. Meneer Azarkan, wilt u... Ik heb nog twee vragen, dacht ik. Dat klopt. Ja? Ja, die wilt u nu gebruiken. Meneer Azarkan. Voorzitter, het is het niet waard om ze aan de PVV te verspillen. Dan is het woord aan de heer Heerma. Ja, voorzitter. Meneer Azarkan. Ja, voorzitter, er is nog één onderdeel wat vaak in debatten terugkomt en waar in ieder geval een aantal Joodse vrienden die ik heb er ook een beetje, om het maar eens even plat te zeggen, scheidziek van worden. En dat is dat de PVV bij monden van de heer De Graaf altijd de Joodse Nederlanders erbij haalt om de islam en moslims te slaan. En ze zeggen stop daarmee. Kan de heer De Graaf mij uitleggen wat hij bedoelt als hij zegt een Joods-christelijke traditie? En hoe zegt dat dan zich verhoudt in de jaren 30, de vernietiging van 6 miljoen Joodse Nederlanders? Had dat toen een soort time-out of zo? Hoe kan hij dat, hoe verklaart hij dat? Hoe is dat zo gekomen? Kan hij dat iets uitleggen, die Joods-christelijke traditie? Dus ik moet iets met de Holocaust
in het licht, in het frame van de joods-christelijke traditie. Maar ik probeer echt de vraag helder te krijgen. Dus ik zal hem even toelichten. Ja. Ja, de heer De Graaf spreekt over dat we in Nederland die joods-christelijke traditie hebben. Dat suggereert dat al het andere er niet toe doet. He, moslims worden dan gezien, en dat zegt hij ook, als een soort vijanden die willen binnentreden. Wij hebben hier een joods-christelijke traditie. Alleen die joodse Nederlanders ervaren dat niet altijd zo. Die zeggen, joh, waarom misbruikt de PVV elke keer die eenheid van joods-christelijk, terwijl de joden hier jaren zijn vervolgd in de jaren 30. Dus misbruik ons nou niet om de moslims te slaan. En mijn vraag aan de heer De Graaf is, wat bedoelt hij nou als hij zegt de joods-christelijke traditie, en hoe heeft hij zich nou ontwikkeld, pak een beetje in de afgelopen 100 jaar in Nederland? Meneer De Graaf. Ah, kijk, nu begrijp ik hem een beetje. Want het was in eerste instantie niet helemaal duidelijk, voor mij in ieder geval. De vraag zit weer door spekt van geweldsfantasie en dergelijke. Slaan dit en slaan dat, en daar ben ik hier helemaal niet op uit. Om mensen te slaan, of groepen te slaan. Dus ik laat dat deel van het beeld bij de heer Azarkan. Misschien is het een weerspiegeling van zijn eigen geest op mij. Maar dat laat ik dan maar langs me heen gaan. Maar kijk, ja, er heeft natuurlijk inderdaad die Holocaust plaatsgevonden. En in die tijd zijn er heel veel Joodse mensen uit Nederland weggevoerd. Uiteindelijk ook vermoord natuurlijk. Nou, dat verhaal, niet alleen dat verhaal, maar die realiteit, die kennen we met z'n allen. Maar als het gaat om de joods-christelijke traditie, dan zal ik er een punt uitlichten. En dat is bijvoorbeeld dat binnen die traditie vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen, bijvoorbeeld. Dat homoseksualiteit wordt geaccepteerd. En dat vooral, en dan pak ik het christelijke deel, de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. Van in het Oude Testament zien we een stuk, zien we veel verhalen die van barbarij getuigen uit die tijd, naar vergeving en opnieuw kunnen beginnen in de persoon van Jezus Christus. Die zegt, joh, als je sorry zegt tegen elkaar en echt oprecht opnieuw wil beginnen, dan is er een nieuw begin met z'n allen mogelijk. En dat heeft ook de deur geopend om meer wetenschappelijk na te denken. Het heeft zelfs de deur geopend naar de verlichting bijvoorbeeld, om anders te kunnen denken. Het heeft zelfs de deur geopend naar religiekritiek. En dat is zo waardevol. En in de Joodse traditie ben je zelfs bijna verplicht om te discussiëren met God. En dat is natuurlijk in de islamitische traditie totaal, ja, afwezig. Daar moet je luisteren naar wat er in het Gouden Hemelboek staat, hè? Ook wel door Koran genoemd, wat door Gabriel dan naar Mohammed gezonden zou zijn in delen. En daar is, als je gaat kijken naar de lineaire helsleer, is daar niet zoals in het christendom de barbarij in eerste instantie en later de vergeving en de ontwikkeling en het mooie en de rechten voor iedereen, maar juist een helsleer die geheel andersom is. Het begint in Medina met een bijna christelijk verhaal en daarna gaat het naar Mekka en dan wordt het, dan komt Mohammed eigenlijk tot zijn geweldsfantasieën en uitbarstingen. Heeft zelf Joden afgeslacht, christenen nagejaagd, noem het allemaal maar op. Dus het is een totaal omgekeerde helsleer. En als wij zeggen van, joh, pas een beetje op met wat er in Medina allemaal gebeurd is. We weten ook dat Medina leidend is binnen de islam, maar door het ook een ideologie is. Dan zeg ik, ja, dan kom ik bij de eerste zin van mijn bijdrage. Mag je daar kritiek op hebben dat in Nederland te veel voet aan de grond krijgt, die ideeën? En dan zeg ik, ja, daar mag ik kritiek op hebben. Meneer Azarkan. Ja, voorzitter, vloeiend onzin. Alles 100% waar. We begonnen ergens met een eenvoudige vraag, namelijk hoe heeft zich nou die religieuze, die joods-christelijke traditie zich in de afgelopen 100 jaar in Nederland, en hij eindigt altijd met dezelfde fantasie, namelijk Medina, Mekka, 1650, de ideologie en die fantasieën van de heer De Graaf slaan dan op, omdat hij gewoon geen antwoord heeft. En ik denk dat die joodse vrienden van mij gewoon gelijk hebben. En ik zeg het hier nog een keer, het is gewoon leeg, het is niets. Die joods-christelijke traditie wordt er met de haren bijgesleept om moslims te kunnen uitsluiten, om te zeggen, jullie zijn de vijand. En ik heb tot nu toe helemaal niet gehoord, op geen enkele manier, hoe die zich dan in Nederland ontwikkeld heeft. U had in de jaren 30, zeg ik even tegen de heer De Graaf, en met u bedoel ik dat in de jaren 30 hier natuurlijk een verschrikkelijke holocaust heeft plaatsgevonden. Daar had u geen moslims voor nodig. Dat gebeurde gewoon hier. Ha, kijk. In Europa gebeurd. En vervolgens dat dan erbij halen en zeggen, dat is een joods-christelijke traditie. Beantwoord dan gewoon mijn vraag. Oké, dat betekent heel simpel. En voorzitter, als het gaat, en meneer Azarkan is nog even aan het woord. En als het gaat om, en voorzitter, tot slot, als het gaat om vrouwenrechten, daar weten ze bij de PVV wel raad mee. He, gewoon een fractiemedewerker die hier ingezet wordt door een partij. En daar zegt de partij helemaal niets over. Dat accepteren ze. Dat die gewoon geprostitueerd wordt.
He, dan kijkt hij dan gewoon en zegt hij, ja, het gaat over vrouwenrechten. Dan zou u uw eigen partij moeten optreden. Voorzitter. Meneer De Graaf. Wij hadden geen moslims nodig om de holocaust te laten plaatsvinden. Ik herinner de heer Azarkan aan Haj Amin al-Husseini, en dat was de grootmufti van Jeruzalem, die na de overname van de macht door Hitler... Daarom vind ik het leuk dat de heer Azarkan de PVV geen vragen waard vindt en toch terugkomt. Dan kan ik dit ook eens goed uitleggen. Dat Haj Amin al-Husseini, de grootmufti van Jeruzalem, Hitler feliciteerde met de machtsovername en dat hij uitsprak dat vele landen in Europa dit voorbeeld zouden volgen, zodat de Joden overal opgejaagd en uitgeroeid konden worden. En vervolgens was het zo dat Hitler inderdaad begon met het terugsturen van Joden naar het gebied wat toen Palestina heette, het huidige Israël, en dat hij zei van joh, in 1942, toen hij naar Berlijn kwam, om de hand van Hitler te schudden en te zeggen van joh, niet doen, want dadelijk heb ik de macht niet meer in dat gebied. Dadelijk nemen de Joden het hier over. Je kunt ze veel beter uitroeien. En kijk daarbij eens goed wat de Turken hebben geflikt met de Armeniërs en de Arameërs en de Grieken. Kijk daar eens even goed naar, Adolf. En als jij dat voor elkaar krijgt, dan kom ik je helpen met de Hanjar-divisie, bijvoorbeeld uit Bosnië vandaan. En zo is Hitler rijkelijk beloond vanuit de islamitische wereld door de grootste baas van toen in de islamitische wereld, Haj Amin al-Husseini, in de uitroeiing van de Joden. Dus hadden wij geen moslims daarvoor nodig? Nee, de ideeën kwamen van de moslims. Zo, zullen we nu weer naar de 21ste eeuw gaan? Mevrouw Leijten.